Wie is er verantwoordelijk bij een ongeluk met een zelfrijdende auto? Ik wil jullie een filmpje laten zien van een nogal heftig ongeluk op de A2. Het filmpje is opgenomen vanuit een Tesla Model X. Een auto met een automatische rijassistent. Ja, nogal een heftig ongeluk. En ik kan gelukkig zeggen dat er niemand omgekomen is bij dit ongeluk. Het is dan ook best wel bijzonder wat we in dit filmpje zien. Want wat er namelijk gebeurt, is dat de auto automatisch afremt. Eigenlijk nog voordat de bestuurder doorheeft wat er eigenlijk gebeurt. De auto heeft namelijk met behulp van radar kunnen zien dat de twee auto's voor hem plotseling stoppen. En door die automatische ingreep heeft de auto eigenlijk een ernstiger of misschien wel dodelijk ongeluk kunnen voorkomen. Nou is dit geen zelfrijdende auto. Of in ieder geval niet een volledig zelfrijdende auto. Het is een auto met wat Tesla noemt een traffic aware cruise control. Oftewel cruise control die zich bewust is van het verkeer om de auto heen. Tesla waarschuwt bestuurders echt wel dat ze continu de handen aan het stuur moeten houden en alert moeten blijven. Bovendien is deze functionaliteit niet bedoeld voor in de binnenstad van Amsterdam, maar eigenlijk alleen voor op de snelweg. Ja, dit soort automatische rijassistenten worden gezien als een eerste stap op weg naar volledige zelfrijdende auto's. En het belangrijkste argument voor volledig zelfrijdende auto's is dat ongelukken, zoals we net zagen, voorkomen kunnen worden. Dat is ook de reden waarom Joshua Brown, een Amerikaan, een groot fan was van zijn eigen Tesla Model S. Hij maakte vaak filmpjes vanuit zijn auto en postte die op YouTube. En hij laat in een van die filmpjes ook zien dat zijn Tesla inderdaad een ongeluk weet te voorkomen met een auto die eventjes iets te snel wil invoegen. Helaas loopt het niet altijd goed af. In juni vorig jaar reed zijn auto op volle snelheid onder de trailer door van een vrachtwagen die net afsloeg. Zowel de bestuurder als de auto die hadden de hoge witte trailer niet gezien. En volgens Tesla kwam dat vanwege het felle licht. En hiermee werd Joshua Brown de eerste persoon die door een zelfrijdende auto om het leven kwam. In de nasleep van dit weer tragische ongeluk kwam al snel de vraag op: wie is er verantwoordelijk? Is het de bestuurder? Is het de fabrikant? Of is het misschien iemand anders? En op dit moment is die vraag eigenlijk vooral voor advocaten. Er zijn verschillende wetten en regels die hier van toepassing zijn. En er is onlangs een rapport uitgekomen waarin de bestuurder ook aangewezen werd als de verantwoordelijke. Maar ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd in de meer filosofische vraag van wie is er nou verantwoordelijk voor volledig zelfrijdende auto's in de toekomst? En dat is de vraag waar ik dan ook even bij stil wil staan in dit college. Maar eerst, wat is nou precies een zelfrijdende auto? Wat houdt dat in en vanwaar al die zorgen over verantwoordelijkheid? Als het gaat over zelfrijdende auto's, dan spreekt men in de computerwetenschappen vaak van autonomie of autonome systemen, autonome computersystemen. Autonome computersystemen zijn systemen die één taak of meerdere taken zelfstandig kunnen uitvoeren zonder dat mensen hoeven te interveneren. Of zonder dat mensen hoeven in te grijpen. Nou, een heel makkelijk voorbeeld. Neem een thermostaat. Die is heel goed in staat om één taak uit te voeren zonder dat daar mensen voor nodig zijn. Namelijk de temperatuur in de kamer op een bepaald niveau houden. In het geval van zelfrijdende auto's is er eigenlijk iets meer aan de hand. Wat moet zo'n zelfrijdende auto nou eigenlijk allemaal kunnen? Nou, neem het voorbeeld van de Google Autonomous Car. Dat is een auto die inmiddels al een aantal jaren op de Amerikaanse wegen rijdt. En dat ook zelfstandig doet. Die komt eigenlijk allerlei soorten situaties en omstandigheden tegen die ontwerpers en programmeurs niet van tevoren hadden kunnen bedenken. Bijvoorbeeld weggebruikers of fietsers, voetgangers die opeens gaan oversteken of opeens afslaan. Of wegen waarin aangepast zijn. Wegwerkzaamheden, maar ook het weer kan anders zijn, de lichtval kan anders zijn. Allemaal dingen die eigenlijk niet van tevoren ingeprogrammeerd kunnen worden.
Om hiermee om te kunnen gaan, is de Google Car uitgerust met allerlei sensoren, camera's, maar ook met lerende systemen. En deze lerende systemen die stellen de auto in staat, of de software in staat, om te leren van ervaringen. Op basis van die ervaringen kan het systeem eigenlijk anticiperen of bedenken hoe het zich moet aanpassen aan nieuwe omstandigheden. En het kan voorkomen dat de programmeurs dan vervolgens niet meer helemaal weten hoe de auto tot de beslissingen komt die maakt. Nou ja, dat brengt een bepaalde complexiteit en onvoorspelbaarheid met zich mee. En dan hebben we het eigenlijk over een ander soort autonomie. En dit soort autonomie is de reden waarom sommige filosofen zich de vraag stellen, kunnen mensen nog wel verantwoordelijk zijn voor deze autonome systemen? Er zijn zelfs filosofen die suggereren dat er een soort negatief verband bestaat tussen de autonomie van computersystemen en de verantwoordelijkheid van mensen. Hoe meer autonoom en hoe meer zelfstandig auto's, computers beslissingen maken, hoe minder verantwoordelijk mensen kunnen zijn. Nou, ik ben van mening dat die conclusie iets te snel getrokken is. Deze autonomie komt namelijk wel met een bepaalde mate van complexiteit en onvoorspelbaarheid, maar hij is niet willekeurig. Het zijn computersystemen die tenslotte taken moeten uitvoeren onder bepaalde voorwaarden. We verwachten van een auto, een zelfrijdende auto, dat hij van A naar B rijdt op zo'n manier dat hij aan onze criteria voldoet. Als hij een stukje rijdt in 3 uur, terwijl het ook een half uur had kunnen zijn, dan is er iets mis met die auto en dan moet hij aangepast worden. Dus mensen bepalen de condities waaronder de autonome systemen, computers kunnen opereren en hun taken kunnen uitvoeren. En dan wordt de vraag, wie is er verantwoordelijk voor het stellen van de condities? En om die vraag te beantwoorden moeten we eigenlijk naar het bredere geheel kijken. Nou, wat bedoel ik met het bredere geheel? Dan bedoel ik het hele systeem van technologieën en mensen die ervoor zorgen dat de technologie ontwikkeld en gebruikt kan worden. Nou, neem bijvoorbeeld een vliegtuig. Op zich al een heel ingewikkeld ding. Kijkt een van jullie wel eens naar een van die tv-shows waar een vliegtuigongeluk wordt gereconstrueerd? Nou, dan zien jullie waarschijnlijk dat een ongeluk meestal niet het resultaat is van één fout. Het is meestal een opeenstapeling van factoren die op zichzelf niet zoveel uitmaken, maar alles bij elkaar kan het catastrofaal zijn. Een hendeltje is bijvoorbeeld niet goed ingesteld en dat komt omdat de piloot even niet had opgelet. Maar die piloot was nog in opleiding en er had eigenlijk een instructeur bij moeten zitten die had gecontroleerd of de protocollen wel na werden geleefd. Maar die instructeur was even van zijn plek en eigenlijk had de luchtverkeersleiding eerder moeten ingrijpen. Maar die persoon daar die was overspannen vanwege personeelstekort door een fout van het management, et cetera, et cetera, et cetera. En als je al die lijntjes gaat volgen en al die afhankelijkheden gaat volgen, dan komen al die verschillende mensen en al die keuzes die ze maken in beeld. En al die mensen hebben hun eigen stukje verantwoordelijkheid in dat grotere geheel. En dan wordt ook duidelijk dat complexiteit van technologische systemen eigenlijk helemaal niet zo nieuw is. En ook onvoorspelbaarheid is eigenlijk helemaal niet zo nieuw. Technologieën worden vaak gemaakt met een bepaald gebruik in gedachten en in een bepaalde context of in een bepaalde situatie. Maar die situaties zijn vaak moeilijk van tevoren te voorspellen. Een beetje flauw, maar wel heel grappig voorbeeld is bijvoorbeeld de autocorrect. De meeste van jullie hebben waarschijnlijk wel dat ding een keer gebruikt. En jullie weten waarschijnlijk ook wel dat hij af en toe met hele wonderlijke woordsuggesties kan komen. Die ook tot grote hilariteit kunnen leiden. En dat is waarschijnlijk omdat programmeurs van tevoren die omstandigheden niet hadden kunnen voorzien. Dus inderdaad, als je naar het breder geheel kijkt, dan zie je dat die complexiteit en die onvoorspelbaarheid eigenlijk niet zo nieuw zijn. En we zijn er eigenlijk al een beetje aan gewend. Maar hoe gaan we daar dan mee om als het gaat over verantwoordelijkheid? Nou, we hebben inmiddels allerlei strategieën ontwikkeld om die verantwoordelijkheid te verdelen. We hebben afspraken gemaakt over wie welke beslissing neemt en wanneer. En we hebben verwachtingen over hoe mensen zich behoren te gedragen in bepaalde omstandigheden. En veel van die afspraken en van die verwachtingen zijn vastgelegd in formele wetten, in regels, in protocollen, in procedures, in ethische codes. Maar ook in informele sociale normen. Informele sociale normen bijvoorbeeld over hoe men zich moet gedragen binnen een organisatie. Maar ook hoe men zich moet gedragen op de openbare weg. En we hebben ook een aantal
of een hele heel scala eigenlijk aan mechanismen en manieren om te evalueren, om die verantwoordelijkheden te evalueren en te bekijken wat er moet gebeuren als ze niet worden nageleefd. En dan gaat het niet alleen over schuld of over straf uitdelen, maar het gaat ook over leren van fouten. Wat betekenen al die strategieën nou voor zelfrijdende auto's? Ten eerste betekent het dat we al een heel aantal strategieën hebben die van toepassing kunnen zijn op zelfrijdende auto's. Maar we moeten ook onthouden dat die strategieën niet statisch zijn. Die zijn eigenlijk continu in ontwikkeling en in onderhandeling. Bij de introductie van een nieuwe technologie worden nieuwe taken geformuleerd, taken verschoven ook. En de bijgaande verantwoordelijkheden moeten eigenlijk opnieuw toegekend worden en opnieuw onderhandeld worden. En die onderhandelingen die zien we op dit moment ook over zelfrijdende auto's. Zo zien we bijvoorbeeld onderhandelingen over wat we van bestuurders kunnen verwachten. Tesla zegt dat bestuurders alert moeten blijven, maar kunnen we dat eigenlijk wel verwachten van bestuurders? Als auto's zoveel beslissingen maken en eigenlijk de hele tijd voor je aan het rijden zijn, kunnen we wel verwachten van een bestuurder dat hij dan ook op tijd ingrijpt? En ook de rol van de fabrikant wordt opnieuw bekeken. Volvo, Google, Mercedes-Benz hebben bijvoorbeeld al aangekondigd dat ze bereid zijn om in de toekomst te betalen voor ongelukken veroorzaakt door zelfrijdende auto's. En de technologie staat niet los van deze onderhandelingen. In de discussie over of we bestuurders nog wel verantwoordelijk kunnen houden, speelt ook mee dat technologie ook aangepast moet worden, zodat bestuurders ook daadwerkelijk zich bewust zijn van wat de auto aan het doen is. Zo kan een interface gemaakt worden met piepjes en dingetjes, dat als de bestuurder even niet oplet, dat de auto de bestuurder er weer eventjes bij haalt met zijn aandacht. Wie van jullie heeft wel eens vanuit Kopenhagen of in Kopenhagen vanuit de luchthaven de metro genomen naar de binnenstad? Een paar mensen. Nou, dan heeft u al in een zelfrijdend voertuig gezeten. Die metro, daar zit geen conducteur in. En dat kan omdat de omgeving zo is aangepast dat de metro eigenlijk geen andere weggebruikers tegenkomt. En dus ook een minder kans heeft op ongelukken. Nou, zo kun je je misschien ook voorstellen dat in de toekomst de wegen er wellicht anders uit gaan zien. Bijvoorbeeld sensoren in het wegdek. Of zelfrijdende auto's gaan communiceren met de verkeerslichten. Of met andere weggebruikers. Of dat snelwegen eigenlijk alleen nog maar toegankelijk zijn voor zelfrijdende auto's. Dat bestuurders, menselijke bestuurders, eigenlijk niet meer mogen rijden op de snelweg. Als je dus kijkt naar het bredere geheel en kijkt naar de strategieën die we hebben om verantwoordelijkheid te verdelen, zie je dat we op dit moment al allerlei verschillende onderhandelingen en keuzes aan het maken zijn. Keuzes bijvoorbeeld over wat we verwachten van fabrikanten en bestuurders, maar ook over het technologisch ontwerp en ook over wetten en beleid en ook over de omgeving waarin deze zelfrijdende auto's zullen rijden. En dat brengt mij terug tot de vraag waarmee we begonnen. Wie is er verantwoordelijk voor ongelukken met zelfrijdende auto's? Nou, het antwoord op deze vraag is dus afhankelijk van de onderhandelingen die we op dit moment voeren en de keuzes die we op dit moment maken. Dus het is belangrijk dat we dat op een goede manier doen, zodat we die verantwoordelijkheden op een duidelijk kunnen toekennen en dat mensen ook daadwerkelijk die verantwoordelijkheid kunnen dragen.